Ik zou geen nagelsalon beginnen. Hey guys, zoals je merkt heb ik vandaag een extra video. Ik heb namelijk afgesproken met Vera om te gaan filmen. Dus we hebben vandaag een extra video, het is een extra feestje. Yay! Het leek me echt heel leuk om elkaars nagels te gaan lakken. Ik weet niet hoe ik op dit idee kwam, want wij dragen allebei nooit nagels. En ik dacht ondertussen, ik heb een boekje en dat heet 1000 vragen aan jezelf, dat had ooit bij de Flow. En zijn dus allemaal, ja, 1000 vragen zoals het er wel staat. En dan noemen we gewoon om zijn beurt een nummer en dan kan je die vraag gaan beantwoorden. Spannend. Dat klinkt me heel leuk. Ja. Het is gewoon een hele gezellige, lekkere kletsvideo. Ja, perfect ook voor zondag. Ja, precies. Oké. Ik twijfel tussen lichtroze en babybrown. Ja, ik denk sowieso die lichtroze. Dit is van Bourjois, de kleur 49 Pinketude. Pinketude. Oké, okay. Tussen 1 en 1000. 249. Oeh. Maakt geld gelukkig. Oeh, zo. We beginnen gelijk met een heftig. Wat denk je? Nou, ik denk misschien in zekere mate dat het wel rol kan spelen. Ik denk dat als je geen geld hebt. Oh god, het gaat helemaal mis. Ik zie ook het met trillende hartjes. Maar ik heb ook een korte nagels. Ja, ik heb nog kortere nagels, dus je krijgt het nog moeilijker. Als je geen geld hebt, vooral, dat het dan echt wel heel erg voor problemen kan zorgen. Dus ik denk dat geld wel echt het leven makkelijker maakt. Maar het is niet, ik denk wel dat vanaf het moment dat je gewoon goed kan leven. Ja, comfortabel kan leven. Denk ik niet dat meer geld je ook steeds gelukkiger maakt. Als je maar inderdaad kan rondkomen. Ik denk inderdaad als je moeite hebt met de huur betalen en je kinderen te geven, dan denk ik inderdaad dat wel ongelukkig maakt. Ja. 11. 11. Tot welke leeftijd gelooft je in Sinterklaas? Ik denk dat kan ik wel gewoon in een video trouwens doen. Hè? Ik zit echt zo af te kijken. Oh ja, ja. Als iemand maar dan moet je wel heel jong zijn als je nog in Sinterklaas gelooft, toch? Ja. Sorry als ik het nu voor je verpest. Maar dat is heel lelijk, maar even. Ik was volgens mij, was het in groep 3 of zo? Dus hoe oud ben je dan? Ik was wel iets van 6 of zo, 7 ook. Zoiets staat me bij. En dat jongen waar ik een crush op had, die zei dat toen. En toen dacht ik echt. Alsof dat waar. Maar ik toch, dat zet ik me wel aan het twijfelen hoor. En toen kwam ik toch wel snel tot de conclusie dat hij helaas gelijk had. Heb je het zelf uitgezocht of heeft je moeder het verteld aan je ouders? Nee. Mijn moeder heeft expres niet, die zei, laat het je lekker uitzoeken. Oh, ja. Dat zegt ze dan nu, die dacht toen van ik laat het je gewoon lekker uitzoeken. Maar hoe heb je het dan uitgezocht? Nou ja, toen ik gewoon, ik weet niet, dat ik gewoon zelf wel echt tot de conclusie kwam dat het allemaal niet kon. Mm. En dat ze toen misschien wel zei van je hebt gelijk of zo. Misschien natuurlijk niet volhouden van nee. Ja, ik had echt zo'n soortgelijk ding. Ik had ook iemand in de klas die tegen me, die opeens door de klas riep zo van oh, ja, het is helemaal niet echt. En toen we volgens mij een surprise gingen maken. En dat was bij mij groep 4, maar ik was wel 7 ook. Oh, ja. En ik weet dat ik echt gewoon mijn moeder een soort van heb geconfronteerd. Van mam, hoe zit het? Weet je wel? Ik weet ook echt zo waar we waren in de keuken. En toen had ze dus een boek waarin werd uitgelegd dat hij wel heeft bestaan, maar dat het zeg maar een, wat was het nou, een dominee of een priester, priester zoiets, ging ze wel laten zien. Ja, ze natuurlijk al 3 kinderen voor mij had ze moeten uitleggen hoe het zat. Hij dekt best wel goed voor zo'n lichte... Ja, vind ik ook. Ik denk dat hij met 2 laagjes... 111. 111. Ben je trots op jezelf? Oeh, ik ben wel een beetje trots op mezelf. Maar, ik heb wel het gevoel alsof ik een soort van een laadbalkje ben wat nog aan het laden is. Snap je wat ik bedoel? Dus ik heb niet zoiets van, ik ben een hoogtepunt of zo. Nee. Ik kan wel een beetje trots zijn, maar ja, ik ben ook nog wel gewoon heel erg aan het werk om nog verder te komen. Ja, precies. Ja, nou ik denk ook wel dat zeg maar trots op jezelf zijn, is voor mij niet echt een soort van einddoel per se. Maar dat kan ook gewoon met een soort van etappes. Ik ben wel trots op mezelf. Niet op alles wat ik tot nu toe heb gedaan en doe. Maar wel op sommige kleine overwinningen en zo. Ja. Nee, het is meer dat ik bedoel met dat ik wel een beetje trots op mezelf ben. Maar dat ik daardoor niet het gevoel heb van nu ben ik tevreden. En hoef ik niet verder of zo, snap je? Nee, maar dat heb ik eigenlijk ook nooit. En ik denk dat het wel goed is om te weten dat trots zijn op jezelf niet alleen te maken heeft met hoe ver je bent gekomen met... Dat het ook emotioneel of jou, hoe zeg je dat, ook op persoonlijk vlak kan zijn. Want mensen zeggen wel eens tegen mij van, oh kijk... Maar wat je bereikt hebt, ik kan zo trots zijn op jezelf. Maar ik denk, ja, dat is ook natuurlijk wat je aan de buitenkant ziet. Hè. Je weet helemaal niet hoe ik daar ben gekomen of mijn persoonlijke ontwikkeling. Nee. Ben je dan gewoon willekeurig? Gewoon een vraag aan het uitzoeken die jij... Oh, deze vind ik leuk. Ja, sorry. Ja, ik ga er gewoon even eentje uitzoeken. Van welke viezige geur kan je heel blij worden? En dan viezig tussen aanhalingstekens. Dus is er nog maar een geur die eigenlijk een beetje smerig is? Ik vind bijvoorbeeld benzine heel lekker.
Oké. Okay. Nee, ik kan echt niks bedenken. Nee? Ik vind benzine lekker. En chloor. Heb je dat niet? Nee, ik word echt duizelig van. Oh. Nee, en ik ben ook best wel gevoelig voor geur. Dus als het ergens niet lekker ruikt, ik ken het helemaal niet. Zeg maar. Ik kan ook eigenlijk ver... Ja, en lijm vind ik ook heel lekker. Voor welk dier ben je bang? Zo, honden. Maar je hebt wel zelf een hond, maar je bent bang voor honden. Ik ben bang voor andere honden. Ik ben bang, niet bang voor de honden die ik ken. Nee, voor, en bijvoorbeeld voor labradors, honden, retrievers, maar... Ik had echt wel toen ik... Ik ben wel gebeten door een golden. Oh, nee. Vanaf voortaan ben ik ook bang voor. Maar ik had dan echt dan in een bos waar ik dan Flint uitliet toen hij nog leefde. Zulke enge honden. Gewoon met muilkorf. En die kunnen ze niks doen. Maar hij is wel gewoon vet agressief. En hij springt gewoon op mijn hond. En dan schrik je gewoon kapot. Dus ook gewoon... Ja, dus... Ja, honden vooral. Maar ik ben niet bang voor spinnen of zo. Nee, ik ook niet. Ik ben wel extreem bang voor haaien. En ja, oké, maar wanneer kom je een haai tegen? Als ik zwem in de zee. Als ik in de zee zwem, dan ben ik echt wel, zeg maar... Ik word wel een beetje panisch. Als ik dan iets... Ik heb heel vaak dat ik dan bijvoorbeeld dat er een wolf... Maar je zwemt toch niet zo ver? Nee. Nou, ja, maar ik ben dan altijd bang dat ze om die water komen, weet je wel. Ja, maar dat is ook een hele onrealistische kant. Ik vind haaien echt super mooi en ik hou super erg van die documentaires en zo. Maar ik heb gewoon, als er een wolk voorbij komt en daardoor komt er een soort van schaduw in het water, denk ik gelijk van, oh mijn god, ik ga echt sterven gewoon. En dan heb ik nog geen Jaws gezien. Oh, die is heel slecht, ja. Ja, dat heb ik gewoon nooit gezien. Maar voor de rest ben ik ook niet echt bang voor dieren. Ja, malaria muggen of zo. Oh ja. Dat ik zo denk van ja, dan kan je niet herkennen of het zo'n mug is of niet. Ik ben ook wel bang voor teken dan. Oh ja. Ben je wel eens de bioscoop uitgelopen voor het einde van de film? Nee. Nee, ik ook niet. Nee, ik hoop dan toch dat het nog goed wordt. Ja. Ah, en ik denk ook wel, dat was echt een slechte film. Ik heb echt wel slechte films mee. Ja, ik ook. Maar dan denk ik van ja, ik zit er nu toch al. Ja. En dan kan ik net zo goed weten hoe het afloopt. Ja. Zo. Ja, maar ik kan er eigenlijk niet tegen als ik een film niet afkijk. Weet je wat ik... Ja, maar dat heb ik dus ook. Ik heb dus ook dat ik niet in slaap kan vallen. Ik ook niet. Films. En dan valt Mert valt hij in slaap. Ja. En dan denk ik, ja, dan kan ik hem niet verder gaan lopen kijken. Of dan ofwel. Maar dan maakt hem het ook helemaal niet uit dat hij het heeft gemist of zo. En ik denk echt, ja, ik kan dat niet. Want ik kan niet, niet weten hoe die film... Ik volgens mij heb nog nooit een film niet afgekeken. Behalve Into the Woods. Wat is dat voor film? Dat is een musical. Wow. Ik hou van musicals. Maar die... Het enige film die ik niet heb afgekeken, waar ik helemaal gestoord voor werd. En waarom? Omdat het is een musical en ik hou heel erg van musicals. Maar het waren zulke lange liedjes en er waren elke keer melodielijntjes die overal werden herhaald. Nee. Het vorderde maar niet en het bleef echt... Het was een beetje slow. Het duurde zo lang. Er zat en Meryl Streep zat erin. Oh echt? En James Corden. Love Meryl Streep. Oh, dit is trouwens... Barry M. Drive Me Navy. Oeh, Drive Me Navy. Hoe heb je La La Land al gezien? Nee, ik wil zo graag La La Land zien. Het is wel echt, dus mensen vinden hem... Ik vond hem echt super mooi. Ja. Maar er zijn ook mensen die vinden hem echt verschrikkelijk. Mij kennende vind ik hem waarschijnlijk prachtig. En je zit al heel moeilijk. I can do this. Ja, ik vind hem wel echt... Ik ben helemaal niet zo'n musical type, maar ik hou wel gewoon van... Ik weet niet, van films die niet zo... Ryan Gosling. Ja, die verrassen ook. En dat ook. Ik vind Ryan Gosling en Emma Stone echt heel leuk. Dat setje ook, hè? Ja. Oh nee. Ik zou geen nagelsalon beginnen. Oh. Maar ik waardeer het wel heel erg. Je nagels zijn gewoon te kort. Dus. Ja, ik heb wel echt... Maar ik heb echt extreem korte nagels. Je hebt sowieso gewoon kleine nagels. Ik heb hele kleine vingers klein. Oh, dit gaat zo fout. Ik had gewoon naar de eerste laag op moeten houden. Ja, maar ik probeer het tenminste. Meedoen is minder belangrijk dan winnen. Ja. Drie. Wat zou je doen als je 5 jaar in de gevangenis zit? Oh, verschrikkelijk. Ja, ik weet ook eigenlijk niet goed wat je wel en niet mag als je in de gevangenis zit. Ik denk in Nederland. Je mag sporten in Nederland. Ik weet niet hoe het zit met studies en zo. Ja. Maar je hebt wel... Je moet volgens mij wel werk doen ook. Ja, dat zou ik ook wel willen hoor, anders wil je ook. Ja, ik denk dus dat ik een boek zou schrijven. Oh ja, slim. En echt sick zou gaan sporten. Ja. Ja, misschien ook wel meer gaan tekenen of zoiets. Mm. En een beetje kletsen met de andere gevangenen. Ja. 5 jaar is... Besef waar wij 5 jaar geleden waren. Ja. Hoe lang 5 jaar is. Maar weet je wat ik wel bizar vind? In Nederland mag je gewoon je eigen kleren dragen in de gevangenis. Ja.
Dat is gek, hè? De Orange is de nieuwe Black. Denk je niet zo dat iedereen in oranje pakken rondloopt, maar dat is helemaal niet zo. Het eten! Hi, delivery. Calabro. Ik heb zo'n honger. Vera. Ja. Camina. Wat is je favoriete taart? Oh, ik denk Oreo cheesecake. Oh mijn god, je noemt dat wel echt een goeie gewoon. Ja, ik echt, ja. Jij? Ik ben dus echt super gek op mon choutard. Ik vind dat weer een beetje saai. Ja? Ja, maar ja, er is echt iets zeg maar simpels aan mon choutard, wat echt de bom is. Er is iets simpel, ja. Waardoor het een bom is. Ja, ik hou eigenlijk van elke taart met een kruim op bodem. Oh ja, dat is de baas. Hoi? Oh, dat is echt. Ik hou dus helemaal niet van vlaaien. Oh! Ja, dat is echt mijn nummer 2. Vlaaien. Ja. Kersenvlaaien, rijstenvlaaien. Nee, daar ben ik echt niet dol op. Nee? Oh, echt een goede vraag. Kijk onze nagels. Die is het mooist gelakt. Ja. Laten we die vraag maar niet stellen. Eerste keer in onze vriendschap dat we elkaars nagels doen. Volgende keer gaan we maskertjes doen. Oh ja, dat vind ik ook wel een goede. Ja, dat is toch een goed idee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en gezellig om... Ja, jullie hebben niet echt meegekletst, maar misschien hebben jullie ook na kunnen denken over de vragen. Ja. Als je een leuk antwoord hebt op een vraag die wij elkaar gesteld hebben. Goeie. Laat het dan weten in de comments. Ik hoop dat je verder een hele fijne dag hebt. Thanks voor het kijken. We hebben dus nog een video gemaakt voor op Vera haar kanaal. Die staat al online, waarbij we ons gingen opmaken en ook gingen kletsen. Dus als je de ultieme chille zondag wil hebben, ga die dan nagels, make-up, alles erop. Ja, ja, precies. Je kan ook zelf je nagels... Ja, daar is het nu te laat voor. Je had zelf ook je nagels kunnen Jammer. Maar dan kan je, als je nog niet opgemaakt bent en je wil nog opmaken, kan je dan gaan kan opmaken. Samen met ons. Dus die staat in de beschrijving. De batterij viel precies uit toen ik gedacht wilde zeggen. Ja, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Heel veel hartjes. Oh ja, tuurlijk. Hartjes. Hartjes. Doei. Doei.